Ik ben Niels Brouwe, ik studeer HBO ICT aan de Hanze en ik ben net klaar met afstuderen. Ik ben afgestudeerd bij Segeka Consulting, het is een Belgisch bedrijf. En ze zijn een IT-provider van IT-services. Daar heb ik een lerend communicatieprotocol en slimme parkeergarage ontwikkeld. Nou, in de toekomst is het dus de bedoeling dat je niet zomaar naar een parkeergarage toe rijdt, maar een parkeergarage aan jou vertelt van goh, je wil nu naar mij toe komen, maar eigenlijk heeft dat niet zoveel zin, want ik zit vol. En je kan beter naar een andere parkeergarage toe gaan. Dus in plaats van dat je naar een parkeergarage toe rijdt, te horen krijgt van goh, ik zit op dit moment vol, krijg je nu te horen van ik zit op dit moment vol en je kan beter ergens anders naartoe gaan. Zodat je niet zelf hoeft rond te rijden om te kijken naar welke parkeergarage dan nog leeg is. Mijn project is onderdeel van het Talking Buildings project. Mijn project wordt dus als basis gebruikt voor parkeergarage, maar vooral voor toekomstige gebouwen. En ja, de visie van Talking Buildings is wel dat bijna elk gebouw later of in de toekomst pratend gaat worden. Dus je van informatie kan voorzien. Of je nou een kantoorpand hebt of een parkeergarage, restaurant, dat maakt in principe niet uit. Dat wordt allemaal Talking Buildings. Nou, het doeleinde van mijn project zijn dus leren wanneer je auto's kan doorsturen naar een andere parkeergarage. Zodat we dat later kunnen vertalen naar hoe je berichten wanneer je beste berichten kan versturen naar gebruikers. Ik heb bij de afstudeertafel Data Science gezeten. Dus ik zat met een groepje medestudenten die allemaal iets met Data Science deden in hun afstudeerproject. Het voordeel was dat je met studenten zit die dezelfde problemen aanlopen. En we hebben bijvoorbeeld ook presentaties voor elkaar kunnen oefenen en tips die voor die medestudenten gelden. Die waren ook op mij van toepassing, omdat we dezelfde richting hebben. Dus het heeft zeker geholpen. Na deze opleiding ga ik de Master Data Science doen. Althans, dat hoop ik. Ik ben nu nog bezig met mijn pre-master. En die ga ik in Amsterdam doen. Dus ik ga nog even doorstuderen.